Verder met bewakingsbeelden uit Apeldoorn. Juwelier Mulderij aan de Koninginnelaan werd in mei wegens het 100-jarig bestaan uitgeroepen tot hofleverancier. Een feestelijke gebeurtenis. En dat had de juwelier wel nodig na een aantal overvallen en de volgende diefstal. Op vrijdagmiddag 26 april stapten deze twee naar binnen. Ze lopen direct door naar achter in de zaak, waar ze in afwachting van een verkoopster eerst rustig wat rondkijken. Om geen argwaan te wekken, laten ze zich tussendoor nog even zien. Wanneer de verkoopster ze wil helpen, zeggen ze te komen voor een gouden collier voor de man. Toevallig net eentje die in de kluis ligt en waarvoor de medewerkster eerst een sleutel moet halen. Als ze terug is, kijken de twee vol interesse toe. Er komt een tableau uit, vol gouden kettingen. De man kiest er zorgvuldig een uit en krijgt die om. Behulpzaam wijst de verkoopster naar een spiegel in een nis, waarin de man kan kijken hoe hem de ketting staat. Maar die heeft meer aandacht voor de nog openstaande kluis die recht tegenover de spiegel staat. De vrouw waarmee die is, begrijpt zijn bedoeling en kijkt nog even achterom of niemand het ziet en leidt ondertussen de aandacht van de medewerkster af. Wat later vertelt de man dat het collier toch niet helemaal zijn smaak is. Terwijl de twee nog even blijven rondhangen, stopt de man iets dieper weg in zijn binnenzak. En wat dat iets is, heeft de medewerkster pas in de gaten als ze weg zijn. Ja, want na het bezoek van het stel blijkt een rol met gouden colliers verdwenen te zijn. Ter waarde van een kleine 15.000 euro. Op die rol zaten in totaal meer dan 40 kettingen van twee typen gouden colliers. Namelijk zogenaamde gourmet schakelkettingen en meerdere dergelijke fijnere Venetiaanse schakelkettingjes. De politie wil natuurlijk graag weten waar deze colliers nu zijn of wie ze na vrijdag 26 april te koop heeft aangeboden. Natuurlijk hopen we dat iemand dit stel herkent. Tegen de verkoopster spraken ze gebrekkig Engels en tegen elkaar in een Slavische taal. Beiden waren lichtgetint, de man had een ringbaardje, de vrouw een gezet postuur en ze droeg haar haar in een staart. Weet u wie ze zijn? Bel dan nu 0800 60 70.